de luchthaven voor vrachtvervoer in Zaventem. Een lading Afrikaanse reuzenschildpadden moet de vlucht van 8 uur halen naar Rome. Een eerste tussenstop op weg naar huis. Met wat hulp halen ze die wel. 10 kisten, in elk 1 reuzenschildpad. Ze wegen 30 tot 50 kilo en kunnen makkelijk over de 100 jaar oud worden. Ze komen uit het opvangcentrum voor reptielen in Vlissingen. Daar waren ze door de Nederlandse douane geplaatst na de inbeslagname. Het is hetzelfde verhaal, het is altijd hetzelfde liedje, zoals met de papegaaien, exotische vogels, krampachtige apen, schildpadden ook. Het is dus een nieuwe rage om dit soort reuze schildpadden als huisdier te houden, of in collecties te houden, of in dierentuinen te houden. En in de natuur is het dier vrijwel uitgestorven. De soort is ouder dan de dinosaurus, 200 miljoen jaar. De beesten horen thuis ten zuiden van de Sahara in landen als Senegal en Mauritanië. Een steppenklimaat, niet onmiddellijk bestemd voor onze tuintjes. Er is een grote vraag. België is ook altijd een draaischijf geweest. In Nederland is er ook een grote vraag naar exotisme. En zolang die vraag blijft, zal men proberen legaal of desnoods illegaal die beesten te verhandelen. Hoeveel vraagt een handelaar voor zo'n beest? 50.000 frank, minstens. Misschien meer. Hier staat dus een pak geld bij elkaar. Ja, hier staat dus meer dan 500.000 frank bij elkaar. En nu naar Italië, ontacclimatiseren en dan Afrika. Tenminste, als dat lukt. Ja, dit is typerend voor de vrijheidsdrang van die beesten. Het oudste dier op aarde. In een zoo in Queensland in Australië was er een speciaal feestje. Want weinig levende wezens hebben dit al meegemaakt. 175 jaar worden. Daarmee is schildpad Harriet naar alle waarschijnlijkheid het oudste levende dier op aarde. Ze komt van de Galapagos-eilanden en zou Charles Darwin nog gekend hebben. 100 jaar lang werd gedacht dat Harriet een mannetje was en ze heette toen Harry. Haar verzorger vertelt waar ze zich nu zoal mee bezighoudt. She gets out in the morning, she gets in the sun, she warms up, which is what she's doing now. When she's had enough sun, she'll go back to the shade. She'll come over for her food every day. When she wants to, she'll wallow in the mud. She gets around fine. She's showing no real signs of slowing down. Happy birthday to you. What is your name? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Harry.